Is een uurtarief van 30 euro per uur voor een ZZP'er voldoende? Ik ga je laten zien aan de hand van een voorbeeld waarom je met 30 euro per uur bijna niet rondkomt als ZZP'er. Want er wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met niet-declarabele uren. Uren die je niet kunt factureren aan klanten. Denk aan ziekte, vakantie of uren die je niet kunt inzetten omdat je geen opdracht hebt. Maar ook de uren die je moet besteden aan je marketing, je administratie of je reistijd zijn niet declarabele uren en horen erbij als ondernemer. Daarnaast is het heel belangrijk dat je voldoende verdient om al je kosten te kunnen betalen. Denk daarbij ook aan je verzekering, je pensioen en je belasting. Dit moet natuurlijk allemaal gedekt worden door je directe facturabele uren naar je klanten. Bijvoorbeeld, je kunt 36 uur per week facturabel zijn. De overige vier uur zijn niet te factureren aan klanten. Let even op, ook al kun je 40 uur facturabel zijn, hou er dan rekening mee dat de uren die je wel werkt, maar niet kunt factureren, er nog bij komen. Dus werk je bijvoorbeeld 40 uur per week plus 4 uur per week, dan werk je dus 44 uur per week. Doe je dit namelijk niet, dan snij je jezelf in de vingers door geen rekening te houden met deze extra uren. Die je daar, ga je dan vervolgens gratis werken en dat wil je natuurlijk ook niet. Als je dan dus werkt voor een uurtarief van 30 euro per uur exclusief BTW, houd je hier 2700 euro per maand aan over. Maar dan moet je dus nog wel inkomstenbelasting overbetalen. En je bent 36 uur per week voor 47 weken per jaar aan het werk voor klanten. Wil jij nu kunnen berekenen of je uurtarief voldoende is? Download dan de template bereken je uurtarief via thehappyfinancial.com/shop.